boogie party. In de disco doe je party cool. We zijn hier in de Schalm. Op dit moment is er kindercarnaval. En omdat het kindercarnaval is, stelt Dirkje, mijn assistente, de vraag. Kan u misschien vertellen over de carnaval in de Schalm? Ja hoor, dat is 20 jaar geleden. Toen was er geen carnavalsvereniging meer in de Meren. En toen hebben ze hier in de Schalm, zijn met een aantal mensen, hebben gedacht van nou, er moet toch wel carnaval blijven. Dus hebben wij het op ons genomen en vandaar nu elk jaar weer het carnaval vieren. Dus vanmiddag is het voor de kinderen en de vaders en moeders. Vanavond voor de mensen met een verstandelijke beperking. En morgen hebben we carnaval voor de senioren. Hallo, als wat ben jij verkleed? Wat zeg je? Als wat ben jij verkleed? Als bruidsmeisje. En als wat ben jij verkleed? Vampier. En waarom wilde je dat? Nou, dat is gewoon mijn lievelingskleding. Ik had maar gewoon een jurk aangedaan, maar ik weet niet. En toen hebben we gewoon op mijn gezicht hebben we gewoon een soort bloemenblaadjesprinses. Wat vinden jullie leuk aan carnaval? De gezelligheid. Iets vertellen over je kleding? Ja, zeker. Ja, ik ben als een hippie verkleed. Ik ben een beetje iemand uit de jaren 70. Ik heb het vroeger nooit zo heel veel gedaan, carnaval vieren. En ja, nu heb ik een zoon en die vindt het best wel heel erg leuk. En daarom ben ik hierheen gekomen. Heb je ook op school carnaval gevierd? Ja. En als wat ben je dan verkleed? Als Indiaan.